wat is cybercrime? Cybercrime is elk delict, dus elk strafbaar feit waarbij de dader voor het plegen van zo'n delict zich begeeft in de cyberspace. Hè? En wat is nou die cyberspace? Die cyberspace is de sociale structuur van het internet. En dan moet je denken aan alles dat zo bij elkaar gekoppeld is. LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, alle zaken die zo bij elkaar gekoppeld zijn. Cybercrime kunnen we verder ook onderverdelen in twee zaken, hè, twee aspecten. Namelijk, je hebt cybercrime in enge zin en cybercrime in ruime zin. En wat is die cybercrime in enge zin? Dat zijn alle strafbare gedragingen die niet zonder of door tussenkomst van ICT gepleegd kunnen worden. En wat bedoel ik daarmee? Als je nou je schuldig maakt aan cybercrime in enge zin, moet je kennis hebben van de programmeertalen zoals Java, Python, C++. Je moet een beetje kennis hebben. Wat doet zo een dader? Hij maakt namelijk een malware. Een malware is een schadelijke software. En dan zoekt hij toegang in je mobiele telefoon waarbij je je informatie kan stelen. Of hij komt in een bepaald netwerk waarbij je ook data kan nemen in je computer of in je laptop. En dan steelt hij jouw data. Als we kijken naar cybercrime in ruime zin, dat zijn strafbare gedragingen die met behulp van of via ICT uitgevoerd kunnen worden. En wat bedoel ik daarmee? Denk maar aan een fake account. Je hoeft geen ICT-kennis te hebben. Je maakt een fake account, Facebook, en je begint mensen lastig te vallen. Een ander aspect is, oplichters gebruiken dat ook. Ze maken een website en ze beginnen mensen ook op te lichten. Binnen die ruime zin heb je ook dat van dark web. Dark web is een bepaalde ruimte binnen het internet. Je moet een speciale browser hebben om toegang te hebben tot de dark web. En wat kan je doen in zo'n dark web? Mensenhandel, drugshandel, wapens. En in dat kader plaatsen we dat van die high-level conference. Het is belangrijk voor Suriname dat wij samen met alle actoren, buitenlanders, kunnen kijken hoe kunnen we samenwerken, collaborate together, om deze zaken aan te pakken. Het beleid van de overheid op dit stuk, laat me dit ook zeggen, is om alle zaken, alle vormen van cybercrime aan te pakken. Dus dat is het beleid van de overheid. En zoals ik het eerder heb aangehaald, die high-level meeting biedt namelijk de ruimte, zodat we kunnen kijken wat zijn de best cases van andere landen, hoe hebben ze zaken aangepakt, hoe is Suriname ook omgegaan met bepaalde zaken met betrekking tot verschillende vormen van cybercrime. We zijn op schema en ik denk dat het een heel goede conference wordt voor Suriname. Er gaat heel veel informatie gedeeld worden, dus de voorbereidingen lopen perfect. Zoals ik het eerder heb aangegeven, cybercrime in ruime zin. Het is grensoverschrijdend. En zo'n meeting, zo'n conference, heb je verschillende landen die bij elkaar zullen komen. En dan gaan we informatie met elkaar delen. Er is geen blauwdruk, maar we kunnen kijken hoe zijn ze omgegaan met bepaalde aspecten. Vandaar dat zo'n high-level security conference van eminent belang is voor Suriname om de cybercrime aan te pakken. De uitkomst van deze meeting zal sowieso van meerwaarde zijn voor de samenleving. En ik zeg het altijd, wij van de politie hebben eenmaal 24 uur verantwoording. We weten dat we verantwoording hebben naar de samenleving. En dit zijn de momenten waar we kijken van hoe kunnen we de samenleving helpen om alle zaken aan te pakken met betrekking in dit kader cybercrime. Dus de uitkomst van zo'n meeting zal sowieso een bijdrage leveren voor aanpak van cybercrime binnen de samenleving.